Welkom terug op de Wiskunde Academie. Nou, voor degenen die wel eens in New York zijn geweest, zullen het misschien wel weten dat de plattegrond van New York eruit ziet als een rooster. Alle straten staan haaks op elkaar. En dat betekent dus dat je vaak van punt A in de stad naar punt B in de stad op meerdere manieren kunt lopen die eigenlijk even snel zijn. Want je kunt zo een blokje om, maar je kunt ook zo het blokje lopen. En routes in een rooster, in het algemene zin, zijn vaak hele leuke vraagstukken en binnen de telproblemen, binnen de combinatoriek. En vandaar dat we in deze video gaan kijken naar een volgende rooster, namelijk een rooster van 4 bij 8. En in het rooster hebben we drie punten, punten K, L en M. En we vragen je hoeveel roosters zonder omwegen zijn er nu mogelijk om van K naar M te komen, maar die via L lopen. Een belangrijk hier te noemen, zonder omwegen. Heel vaak wordt dat niet meer bij de vraag genoemd, maar daar vragen we eigenlijk altijd naar. Hoeveel routes zijn er mogelijk? Kijk, er zijn natuurlijk oneindig veel routes mogelijk als je net zo lang mag lopen als je wilt. Want dan kan je natuurlijk rondjes blijven lopen. Dus als we het over routes hebben, hebben we het altijd over de kortst mogelijke route die er is. Nou, pauzeer eens de video en kijk eens of je dit zelfstandig kunt oplossen. Hoeveel mogelijke routes zijn er nu precies? Nou, wanneer we hier naar gaan kijken, laten we dan eerst eens gaan kijken naar het stukje van K naar L. Want we gaan vanuit K door L heen. En wanneer je naartoe loopt, heb je eigenlijk maar te maken met twee richtingen. Vanuit K kan ik eigenlijk vier richtingen oplopen, al zou ik dat willen. Maar je ziet, wanneer je naar links gaat of naar boven gaat, dan is dat sowieso niet meer de kortste route naar L. Je gaat dan al eigenlijk een omweg maken. Dus vanuit K, om naar L te gaan, ga je sowieso naar rechts of naar beneden. En we noemen het ook wel R of B. En we hebben hier even een mogelijke route getekend. Je ziet hier een mogelijke route, namelijk rechts, rechts, beneden, rechts, rechts, rechts en dan weer beneden. Hoeveel keer ga je nu naar rechts en naar beneden van K naar L? Nou, het maakt namelijk niet uit hoe je gaat. Uiteindelijk wil je 2 zakken en wil je 5 naar rechts. En in welke volgorde je doet, maakt eigenlijk niet uit. Je kunt gelijk 2 zakken. Of ergens halverwege 1 zakken en aan het eind weer 1 zakken. Of aan het eind 2 zakken. En je kunt dus gaan spelen met de plek van wanneer je nu eigenlijk die stap naar beneden gaat maken. Of die 2 stappen naar beneden gaat maken. Het feit is wel dat je sowieso in totaal 7 stappen maakt. Waarvan 5 keer naar rechts en 2 keer naar beneden. Nou, deze route die we hier hebben laten zien is namelijk rechts rechts, dus RR, dan beneden, B, en dan weer rechts, 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 dus R, 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 en uiteindelijk weer naar beneden, dus B. Nou, misschien zie je nu al de link met de vorige video, namelijk het plaatsen van 2 variabelen op een rijtje, op hoeveel mogelijke manieren dit kan. En vandaar is ook hier de vraag, op hoeveel mogelijke manieren kan dit? Nou, deze route is dus altijd 2 keer B en 5 keer R. En in totaal dus altijd 7 stappen. Dus hoeveel mogelijke routes zonder omwegen zijn er nou al mogelijk van K naar L? En dan gaan we straks weer naar de eerste vraag, namelijk van K naar M via L. Nou, je ziet dus hier van K naar L 7 stappen. Het aantal mogelijke routes is dus, je kan zeggen, ik ga 2 keer naar beneden in al die 7 stappen, dus 7 boven 2. Of ik ga kijken naar het aantal keer naar rechts, dus ik ga in 7 stappen 5 keer naar rechts. En we weten of het nou 7 boven 2 is of 7 boven 5, beide geven dezelfde uitkomst. En dan komen we dus neer op 21 mogelijkheden. Oké, laten we eens teruggaan naar de hoofdvraag die we stelden, namelijk van K naar M via L. Op hoeveel mogelijke manieren, hoeveel routes zijn er zonder omwegen om dit te maken? Nou, belangrijk is te beseffen welk gedeelte van dit rooster je nu eigenlijk nodig hebt. We hebben namelijk 2 stukken van het rooster eigenlijk helemaal niet nodig. Namelijk die 2 hoeken. Want wanneer we in die 2 hoeken komen, dan gaan we eigenlijk omwegen maken. Van K naar L komen we niet onder de lijn van L en niet rechts van de lijn van L. En voor het laatste stuk ook weer, van L naar M, maken we eigenlijk alleen maar gebruik van die 6 hokjes. Want wanneer we daar buiten komen, gaan we weer omwegen maken. Nou, we weten al dat we van K naar L op 21 manieren kunnen. 7 boven 2 of 7 boven 5. Nu de vraag, op hoeveel manieren kunnen we van L naar M? Nou, van L naar M maak je eigenlijk altijd 5 stappen. Namelijk 3 naar rechts en 2 naar beneden. Dat is wat je uiteindelijk verplaatst wil zijn. Kortom, het aantal mogelijke routes van K naar M via L in zijn geheel is dus 7 boven 2 of 7 boven 5. Je kan nu dus zelf kiezen wat je gebruikt. Keer, nou, en van L naar M is dat dus 5 boven 3. Dus
In die vijf stappen ga ik 3 naar rechts. Maar je kunt hier ook kiezen voor 5 boven 2. Dus in die 5 stappen ga ik 2 naar beneden. Nou, wanneer we dit uitrekenen, komen we op 210 mogelijkheden in totaal. Oké. Even terug nog even dit alles samenvattend. Laten we even het hele rooster van 4 bij 8 bekijken. En alleen nog maar de punten K en M. Dan is het aantal routes van K naar M, dus zonder omwegen, te berekenen met het aantal stappen wat je maakt. Dus in dit geval heb je dus 8 en 4. Dus in totaal maak je 12 stappen. En daarvan ga je dus zeggen, nou dat zijn er dus 4 plus 8, dus 12 boven 4. Dus je zegt, in die 12 stappen ga ik 4 naar beneden. Of in die 12 stappen ga ik er 8 naar rechts. En dat betekent dus 12 boven 4 of 12 boven 8. Nou, in de volgende video gaan we laten zien hoe je dit met wat complexere roosters ook kunt berekenen. Dus deze techniek kunt toepassen. En deze video vind je op onze website en is gratis te bekijken op wiskundeacademie.nl. Je kunt ons altijd volgen op Twitter en liken op Facebook. Dus ik zie je in de volgende video.